In oktober 14 is een afstand. Het had plaats gehad in Sobibor. Niet veel leute wissen over Sobibor. Maar in Sobibor had de grootste afstand in de Tweede Wereldkrieg van any concentration lager of totenlager had plaatsgevonden in Sobibor. We knew there was a camp called Sobibor and something was going on there. Wherever somebody goes there never comes out alive. And then we came to that crossroad. My brother, the youngest one, said to my mother, I still can hear it, let's say goodbye to the night because we won't see the sunrise again. Когда подъезжали к Собибору, то там на поле работали рабочие, поляки. То нам показывали поляки, которые работали, значит, через горло так полосу проводят, мол, вас везут на смерть. Sein das doch behaupten im Geheim. Es hat doch keiner das nicht wissen. Aber ich bin ja immer gerne mit dem Gedanken. Nein. Wir müssen nehmen den Kummer. Wir müssen wasen die Welt. Was tut passiert in dem Lager? In Sobibor zijn 170.000 mensen vermoord, naar schatting. Er hebben er enkele honderden meegedaan aan de opstand. Daarvan hebben enkele tientallen het einde van de bezetting gehaald. Het is heel bijzonder dat deze mensen hun verhaal kunnen houden. Dit waren de allerlaatste die toen hun getuigenis konden afleggen. Want het doel en de opzet van de nazi's was om ervoor te zorgen dat deze geschiedenis nooit geschreven zou kunnen worden. Na de opstand is het kamp afgebroken en zijn er duizenden bomen geplant. En als je er nu naartoe gaat, dan is helemaal niets wat lijkt op het kamp van vroeger, behalve misschien de hemel en de sterren. Er moest dus een manier gevonden worden om die herinnering weer tot leven te brengen over een kamp waar niets meer van over is. Deze tapes zijn het bewijs van die opstand en ze vertellen het verhaal. Dit zijn de originele bandjes van de vraaggesprekken die Jules Schelvis en Dunja Boer hebben gevoerd met de overlevenden van de opstand in Sobibor. Zoals ze die begin jaren 80 hebben gemaakt. Ik ga nu even een kleine opname maken om te zien of de microfoon, als de microfoon een beetje afgeschermd is van het opnameapparaat, of dan het geluid beter is. Dat gaan we nu even proberen. Jules heeft heel lang vol kunnen houden om te leven zoals hij dat deed. Het zat helemaal in hem, dat Sobibor. Het speelde altijd een rol in zijn leven. Altijd. Hij was er zijn vrouw verloren, zijn schoonfamilie verloren. Hij had die jaren in kampen doorgebracht. Het was zo'n groot deel van hem geworden. Dat was onafscheidelijk van wie hij was. En dat overheerste toch wel heel veel, ja. Het was natuurlijk ook een heel onbekend verhaal, Sobibor. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat wij in Nederlands iets wisten van de opstand. Van alles wat er gebeurd is in Sobibor.
Ik herinner het mij nog heel goed. Het was een lange trein. Het transport bestond uit ongeveer 3000 personen. En we zijn 4 dagen onderweg gebleven. 4 bange dagen. 4 dagen van grote twijfels. Van nervositeit. Van onrust. Van niet weten wat er met je zal gaan gebeuren. 4 verschrikkelijke dagen. We arrived to Sobibor, was about... Can't tell the time because it was a winter, it was already dark, it could have been 6 or 8 o'clock at night. And the whole yard, the Bahnhof was lit, it was very like a daytime. And we all had to get off the wagons, and the woman was separate and the man was separate. When we all from the last wagons heruntergegangen sind, had ze de tieren afgemaakt om wie ze erin gekomen. Ik heb niet geglaubt dat dit een Todeslager is. Daarom, het was zo schön. Het was 23 april 43 en de zon was aan de hemel, aan de wolken, waar we een schönen zomertag. En ik heb gewusst dat we zu Tode gehen, maar trotzdem heb ik niet geglaubt. Het was zu schön. We knew that there is no way to survive because the SS and the German government could not afford to have witnesses to the camp, which was in action solely for the purpose of exterminating people. Dann mein Vater und der Rest von meiner Familie sind gleich in die Gaskammer gegangen. Ich habe ja nicht gewusst, bevor, was die Gaskammer ist. Und ich mit noch 12 Leuten sind wir ausgeglichen zu bleiben im Lager als Arbeiter. Ich war sicher, dass ich werde nicht überleben. Ich habe auch nicht wollen leben, auch. Weil ich habe verloren meine Eltern und ich habe wollen zusammen dort gehen mit Eltern. Und es war unglaublich, dass ich werde raus von dort. Unglaublich war. Ich verstehe das nicht. Wie habe ich das so viel Courage gehabt? Mut uns rausgegangen von der Reihe und zugekommen zu einer Wagner und gesagt, ich bin ein Goldschmied, ich mache Goldsachen. Ich war ganz klein und der war sehr ganz groß. Da hat sie mich angeschaut und sagt, du? Sag ich, ja, ich mache. Ich bin in dieser Zeit mit meinem Vater geworden. Und mein junger Bruder war mit meinem Vater. Ich war 15 Jahre alt. Und ich bin jetzt klein. Diese Zeit war ich klein und mager. Und ich habe nicht geglaubt, dass ich eine Chance habe, zu leben. Dann пришел Френцин, вышел. И предложил специалистам, плотникам и столярам выйти. Ну, у военнопленных существует закон. Существовал, вернее. Он выходит первый, потому что неизвестно, что будет со вторым. Хотя я и не столярничал, не плотничал, но вышел. And one of the Germans, a very tall person, even good looking, and he called out that he wanted some woman or young woman, whatever, can knit. And my mother, my sister urged me to step out because I could knit. Nach vielleicht 15 Minuten ist Frenzel zurückgekommen und hat gesagt, 15 Leute, komm her. Komm zu mir. Ich war nicht weit, so bin ich mitgelaufen. Dann hat er uns zu dieser anderen Platz gebracht. Da waren viele Anzüge und Kleider. Hat er gesagt, nimm die Kleider und komm mit mir. Dann habe ich
die Kleider genommen. Und dann sind wir in ein großes Barack herangekommen. Der Tische war, große Tische, ganz niedrig. Und er hat gesagt, wir sollten die Kleider dort wegschmeißen. Und dann habe ich bemerkt, dass diese die Kleider von meinem Transport. Ich habe erkannt, die Kleider von meiner Mutter. Und ich habe verstanden, dass meine Eltern leben nicht mehr. They happened to show us where there was a pile of shoes and clothes, and I recognized from our transport because they were. I had to take my sister's shoes because they would have fit me, but I had to fake because I said they were too small, I can't wear them. And they were even my mother's jacket, and I recognized it because I knew what she was wearing. Later on, we had to sort those clothes, and I even undid a little pocket on the jacket where she had her wedding ring sewn in. It was very, very hard to pay a debt, but life somehow had to go on till the next moment, and our life was only counted in Sobibor by the moments. Hier heb ik twee trouwfoto's van Jules in 1941. Rachel en hij hebben nog een heel fijn jaar gehad samen, ondanks alle dreiging en ondanks alle spanning. Dat was een fantastische meid. Zijn eerste liefde, zijn alles eigenlijk. Toen zij in Sobibor aankwamen, kwamen zij min of meer hand in hand uit de trein. Maar het was daar zo'n ongelofelijke, hectische situatie dat hij haar op een gegeven moment liep zij niet meer naast hem. Inmiddels waren we zo ver het kamp binnengegaan. Toen plotseling werden de mannen van de vrouwen gescheiden. Ik kon niet meer omkijken. Dat mocht trouwens niet meer van de SS-man die daar de scheiding teweeg bracht. En zodoende kon ik Shell ook niet meer zien of kussen. De mannen gingen de linkerkant op en de vrouwen verdwenen naar de rechterzijde. In Sobibor is zij natuurlijk omgebracht en hij geselecteerd voor werk elders. En hij heeft Rachel nooit in zijn leven kunnen vergeten. Zij is altijd zijn belangrijkste drijfveer gebleven. Zijn grote liefde en zijn belangrijkste drijfveer om het verhaal van Sobibor te vertellen. Toen stond daar een SS-man en die koos 80 jonge mannen uit om te werken. En op dat moment moesten we naar de trein marcheren. En zo vertrokken we weer uit Sobibor. We hadden er uiteraard geen idee van wat er met allen die in Sobibor moesten achterblijven zou gaan gebeuren. In Bau der Erste ist gewesen, ich habe gearbeitet bei Agrib, in man gebringt Sachen, wegelich für Kinder. Man hat mir gegeben Hack, es ist gewesen, nicht gar scharf, zu hacken, die wegelich. Sag ich zu mir, Kinder, kijk, wat zit men met zulke Sachen kinderwegelijk?
In den Gebrachkirchen finde ich in einer Kinder ein Kischen. Das Kischen ist noch so warm. So ich tue so gelegen ein Kind ist. Und jetzt nehme ich den Wogen und zerhacke den Wogen. Das Kind hat doch nicht mehr um zu liegen in dem Wegele. Später habe ich bemerkt, wie der Lager gearbeitet hat. Wenn ein Transport angekommen ist, an Sobibor Station, outside the camp, hat man vielleicht 8 Waggone umschaltet lassen, an den Lager hereingeschrieben. Ich habe mostly gesehen, holländische Juden, und sie haben sich nicht vorgestellt, dass vielleicht in einer halben Stunde würde dead sein, Tode sein. Wenn die sind durch die Baracke durchgegangen, hat man diese Kranke und Kinder, diese Leute, welche geblieben sind an der Perron, hat man sie in eine kleine, so hat man das Lorry gerufen, kleine Waggons hereingeschmissen, indirekt zu der Feier gebracht. Und das war's, so die ganze Operation sollte gleich schnell und schön sich bewegen. Krippel können, Kranke und kleine Kinder können das nicht so schnell machen, so haben sie das deswegen diese Wege gemacht. And there was a fence. The fence was made out of twigs and it probably was all dried out, even if it was early summer. Or we could see between the twigs, there was some space that we could see what was going on. That was the march of the people to the third camp, the Dritten Lager, they call it. That was a forbidden place for us while we were still alive. Whatever was going on there, we were not supposed to know. But that was the gas chambers there. And I actually saw naked women and children. It was very cold sometimes when they were marching to they were called showers. Когда людей загоняли в газовые камеры, я услышал крик, детский крик детей. То есть уже пустили газ. Мама. Ну, на любом языке мама звучит одинаково. Потом я услышал женский крик. Это было, конечно, ужасно. Später kam ich heran, und ich meine Aussucht Arbeit gesehen, meine Frau, mein Kind, meine Mama. Die Frau, suchen die anderen zu mir. Die weiß, die sehen nicht, dem Reuech, sei brennend schon, die können schon suchen Kaddisch. So wie ich muss, so ich jetzt muss ich suchen Kaddisch. Von meiner Mama, von meinem Kind, von meiner Frau. Ein Kaddisch für die ganze Familie. Wo siehst du? Nun habe ich gesehen, als ich habe mir gerissen den Kopf in der Wand, ich will auch schon mehr nicht legen. Kommen sie zu mir, sagen sie, du bist nicht ein einzig. Ins Auge. Sehen wir so ein Gitt wie die. Es hätte gar nicht helfen, da weinen. So ich irrsche besser, so ich wollte gar nicht mit sein. Wir haben das Feuer gesehen, aber diese Plätze, wo man gegassen, verbrannt hatte, was hatte eine Zahmung. Den kann man nicht hereinsehen. Aber wir haben gehört, die Geschreien, wir haben gesehen, der SS-Bauer an dem Dach auf der Gaskammer. Und wir haben ganz genau gewusst, was geschehen ist. In 83 was ik verslaggever bij Hier en Nu, de actualiteitenrubriek van de NCV. En in 83 begon ook het proces tegen Karl Frenzel, een van de grote beulen van Sobibor. En dat was in het Duitse Hagen. En toen heb ik besloten om daar niet 1 of 2 dagen rond te gaan hangen, maar om daar eens langdurig naar te gaan kijken wat daar gebeurde.
En zo maakte in 1983 het handjevol overlevenden van Sobibor de gang naar het gerecht in het West-Duitse stadje Hagen. Uit alle windrichtingen, Australië, Amerika, Israël, zijn ze opgeroepen om in de nadagen van hun getekende bestaan te getuigen tegen een van de beulen van Sobibor, de SS'er Karl Frenzel, hier met zijn vrouw en advocaat op weg naar de rechtszaal. Na 15 jaar juridisch touwtrekken. Een van de meest bijzondere mensen die ik daar heb ontmoet, geen getuige, maar wel een man die op wonderbaarlijke wijze Sobibor heeft overleefd, was Jules Schelvis. Een klein compact mannetje die daar rondliep en die ook voor het eerst daar pas hoorde wat er in dat kamp was gebeurd, waar hij zelf zo'n korte tijd is geweest. Jules Schelvis was daar omdat hij tijdens een familiebezoek in Australië bij zijn zuster een van de getuigen was tegengekomen, een mensen. En deze man zei tegen Schelvis daar in Australië op een verjaarspartijtje dat hij een oproep had gekregen om weer in Hagen te getuigen en dat hij eigenlijk niet durfde omdat hij nog steeds bang was voor Duitsers. En toen zei Schelvis, toen hij dat hoorde, ga maar, dan zorg ik dat ik er ook ben en dan zal ik je wel helpen. En zo is Schelvis in Hagen terechtgekomen. Dan heb ik nog een ander mapje. Eens even kijken wat daarin zit. Er zitten ook allemaal foto's in. Dit is Jules in Hagen. Dit is, meen ik, Gaskiel Mensje, ja. En meerdere getuigen kwamen naar dat proces, zoals Regina Zielinski, een ongelooflijk lieve vrouw, waar hij ook bevriend mee raakte tijdens het proces. Zij was een van de eerste getuigen, meen ik, die aan het woord was. En zij is met Jules meegegaan naar Tricht, naar zijn huis waar hij toen woonde. En daar is zij ook geïnterviewd. Hij was daar, Jules Schelvis was daar, in Hagen. Het was heel ontroerend. Hij was eigenlijk van plan niet zo lang te gaan, maar hij is zo gegrepen. Hij heeft zijn caravan er neergezet. En is er soms wekenlang is hij daar gaan zitten. Heeft alle getuigen ontmoet daar. En heeft op een gegeven moment bedacht, ik ga dat niet alleen opschrijven, want hij deed ze nu dan verslag voor het Vrije Volk, waar hij jarenlang had gewerkt. Maar toen heeft hij gewoon bedacht, ik wil nog een andere manier hebben om het vast te leggen. Zoals hij één keer tegen mij zei, je moet mensen van vlees en bloed zien, dan geloof je het helemaal. En toen heeft Jules zelf een filmcamera gekocht en heeft het eerste interview gemaakt met Regina Zielinski. Jetzt Loises. Ja, dat was het begin van een reis die heel erg voortgezet moest worden, want ze moesten vrijwel iedereen wilde ze voor de camera hebben. En dat is ze ook heel goed gelukt. I was born in Poland, in Siedlischen, Jechelm, to my parents, Golda and Joseph Feldman. We were 5 children at home. And if I can recall, it was a happy family till the war. Jules had natuurlijk ook een hele goede manier om die overlevenden te kunnen benaderen. Want hij had zelf weliswaar niet echt in Sobibor gezeten, maar was er wel 2 uur geweest. En dat gaf op zich al meteen een enorme band met die mensen. En de vragen die Jules kon stellen, die waren ook zo dat ze zo open waren dat zij zich open voelden om die vragen te beantwoorden. Dus de band die die mensen voelden met elkaar, zowel Jules met de overlevende als de overlevende met Jules, die was enorm. Dat kon eigenlijk niet door een ander gedaan worden, denk ik. Dit is heel bijzonder. Dit is de camera waarmee Jules toen gefilmd heeft, die voor de toenmalige begrippen erg modern was. In die tijd dat Jules dit maakte, deed niemand dat. Dus het was een heel innovatief project om deze manier van oral history te doen. Dat is
One day in September, they brought a transport of Russian prisoners of war. Somehow from that day on, we had a ray of hope that the men were planning some sort of escape, but they didn't know anything what was going on outside. When was this summit coming? I'm a faraumut. Genieg. Ich will mehr nicht leben. Aber, wenn man sei etwas weglegen ab hier, wir machen es auf von dem Lager. Du ich doch nicht keine Lager, was eine Fabrik, was man arbeitet mit Mebu, aber andere Sachen. Du ich doch eine Fabrik, was man verbrennt Menschen. Es ist mir doch kein Mann. Und die Deutschen haben aber vielleicht 80 Männer von diesen russischen Transporter herausgenommen. Und diese herausgenommenen waren Kriegsgefangene von der russischen Armee. So, unser Leader, unser Führer von der Untergrundorganisation hat das bemerkt und hat ausgesucht Sascha Petrovsky und hat ihn kontaktiert. Du bist einer, du bist Suchter gewesen im Militär. Er ist ein Militärmann. Wenn man sich etwas durchreden mit diesem Mensch, früher erst bekennen, und sehen, dass man etwas machen kann. Weil dort, einer mit Gaitin, als er sagt, dass der Gewehr Spitzler ist, was er ausgesucht hat, ihn zu gewonnen verschiebt. Aber das ist ein Gewehr, das jetzt ist das dritte Mut, was wir gerne probieren. Ob gesucht einen zum zweiten, wir sind sehr vorsichtig. Einer geht reden mit diesem Mensch. Вернее, на второй день он ко мне подошел и сказал, предложил войти в подпольную группу. Почему он подошел именно ко мне, мне трудно сказать. Но факт, что он подошел ко мне, это уже дальше он мне говорил, что ваша внешность как-то, ну, доверие. Вот не могу найти слов. И вы были поставлены. Да, да. И, короче говоря, я ему сказал, ну разве... А до этого он мне сказал, что из себя представлял лагерь, что заминировано поле, 15 метров ров, что там охрана человек приблизительно около 250. И я ему говорю, разве мыслим убежать из такого лагеря? Он мне говорит, мы прекрасно понимаем, что вы, советские люди, не будете сидеть сложа руки. Но имейте в виду, если из нашего лагеря убежит какой-то один человек, всех поведут в газовые камеры. Здесь круговая поруга. Один отвечает за всех. Also ich möchte anerkennen, als mit geschworenen Menschen, aber man konnte Yoga in den Weg, hat man gemacht, ein Plan. Der Plan war, hat zwei Phasen. Eine Phase war a secret one, zu ermorden die deutsche Mannschaft stille. Und die zweite Phase war eine Open Revolt. Моя цель была в том, чтобы уничтожить этих фашистов, тех, которые уничтожали людей, и, может быть, десятка, полтора, два вырваться все-таки на свободу, чтобы рассказать миру правду. А вы не знаете, имели много доверия, что нет. Есть Вихина? Нет, нет, я в это не верил, честно говоря. Но я... членам подпольного комитета об этом не говорил. Я не хотел, чтобы они почувствовали какое-то, ну, как выразиться, бессилие. Да-да. Что мы не в состоянии будем это делать. Это нельзя было. Я один это держал в себе. Ik zie Alexander Petjeski, de legendarische leider van de opstand in Sobibor. Zonder Petjeski was die opstand in deze vorm niet uitvoerbaar geweest. En dat kwam omdat Petjeski een achtergrond had in het Rode Leger. Het was iemand die ook gevechten van man tot man
kon uitvoeren. Ja, dat moet je geleerd hebben als soldaat. Anders kun je dat niet. Heel bijzonder was dat Jules niet alleen de mensen die hij in Haag ontmoet heeft vastgelegd, maar dat hij vastbesloten was om de man die eigenlijk een eind heeft gemaakt aan de moordfabriek, de Rus Petrevski, een Russische Joodse krijgsgevangen, een officier het Russisch leger, die wilde hij koste wat het kost spreken. Ik zie al Alexander staan in het Russisch. Dit zijn brieven van Dunja aan Alexander Petrevski. Oh, wat mooi. Getypte brieven. Dunja Breur was een slaviste. Zij had in Amsterdam gestudeerd aan de UvA. En zij was altijd al geïnteresseerd in Alexander Petrevski, die de opstand in Sobibor leidde. Want daar had zij al over gelezen. Hij had een Joodse vriendin, Dunja Breur. Die sprak vloeiend Russisch. En samen met haar heeft hij toen dat project opgezet. En die twee bleken helemaal op één lijn te zitten. Dit is een map, die is van Dunja Breur geweest. En die heb ik gekregen van haar zoon. Dunja had twee zoons en zij is een jaar of 10 geleden overleden. Zij wilde allebei niets liever dan die geschiedenis van Sobibor openbaren. Ja, Dunja was ontzettend gek op Petrevski. Hij was echt haar held. Ja, Alexander Owens, we zijn bij de kanselarie Sobibor, want we moesten bij Jevreem. En we zijn dan niet mogen gaan met andere Jevreem, want we zijn alleen mogen gaan bij Jevreeski. En hoe is het in je familie, je ouders? Zijn ze religieus, niet geloofd? En wat hebben ze gezegd? Nou, как вам сказать, верующие, ну, отец мой верил. Да? Бога. Наверное, в еврейский. А еврейский правильно. Он с матерью прекрасно разговаривал на еврейском языке. Жюль и Дуня мусти на Русланд, om Petrevski te interviewen. Omdat Petrevski niet werd toegestaan naar Hagen te komen voor het proces. En ook dus niet om een interview af te laten nemen. Hij mocht Rusland niet verlaten. En waarom dat was, Sobibor was in feite een verboden onderwerp in Rusland. Daar kon niet over gesproken worden. Petrevski zelf werd ook de mond gesnoerd. Ja. Hij had zich als Jood gevangen laten nemen. En daar stond sowieso al een verschrikkelijke straf op. Ik dacht dat ze zelfs dan de doodstraf daarop zouden kunnen krijgen. Want een Russische soldaat laat zich niet gevangen nemen. Maar hij was nog eens een Jood ook. En er was heftig antisemitisme, nog steeds. En daarom mocht hij niet het land uit. Zo, dan is er nog een mapje met foto's. De reis was heel bijzonder. Alleen al om naar de Sovjet-Unie te kunnen gaan in die tijd van de Koude Oorlog, dat ze daar toestemming voor gekregen hebben, dat is op zich al heel bijzonder. Spanning gaf het heel erg. Een politiek beladen gebied met een politiek beladen onderwerp waarvoor zij daar waren. Maar ze hebben het heel goed doorstaan. Een goede kennis had mij de avond voordat we naar de Sovjet-Unie zouden vertrekken nog ernstig gewaarschuwd. Je zult het een moeilijk krijgen, vooral ook omdat je wil filmen. En de gedachte dat de KGB je in de gaten kan houden zou mij althans de lust ontnemen om te gaan. Na precies 20 uur comfortabel reizen stopte de trein in Rostov aan de Don, onze eindbestemming. Nog voor we konden denken hoe alles verder in zijn werk zou gaan, stonden Alexander Petrevski en zijn vrouw Olga met een grote bos bloemen in de hand. Daar stond hij dan, in zijn volle omvang, de leider van de opstand in Sobibor. De man wiens naam in de boeken met eerbied genoemd wordt.
Ze omhelsden ons als vrienden die elkaar jaren niet gezien hadden. Trinste we activia, zorg terug je rode nationals, bestaande, komt naar je sabiboren. Kak ano nationals. Восстание было решено подпольным комитетом начать в 16 часов, то есть к концу рабочего дня. Четыре часа должны были уничтожить байс-папир, тоже с одним товарищем, который куда пригласили, в сапожную мастерскую пригласили двух эсэсовцев за получение обуви. Дело в том, что все они, эсэсовцы, лучшие вещи убитых людей перешивали на себя и отвозили домой или посылали посылками. Так что они на примерку, когда им назначали, кому 4, кому 4 пятого, они все аккуратно являлись. Вот эту их немецкую аккуратность мы решили использовать. А Карл Моисеевич, скажите, пожалуйста, вы знали Печерского уже, и, как я поняла, он же вас спросил убить этих немцев, правда ли? Во-первых, не просил, а он приказал. Дело в том, что мы были солдатами. Untersturmführer Niemann came in riding on his horse. It was 4 o'clock. He was very much on time to go to the tailors to try on some kind of a garment. Ich erinnere mich, wie ein kleines junger Fips ist zu Unterscharfier Wolf gekommen. Er hat ihm gesagt, dass da ist ein schönes Ledermantel in dem Magazin und ist genau dieselbe Size. Es würde gut sein für ihn. Und wir haben eingeladen, Erster, glaube ich, war der Unterscharfier Verlaster von Lager 3, von der Gaskammer. Den hat er eingeladen, ihm was zu zeigen, im Magazin dort, von den Sachen. Man hat ihn totgeschlagen mit einer Axt. Eine Achse, ist nicht ein Hack. Und so hat passiert bei dem Schneider, den Untersturmführer Neumann. Ja. Und Beckmann, einen in Lager 2. В сапожной мастерской тоже, когда пришел начальник охраны примерять обувь, он сел на табуретку. Ну, а когда человек сидит, гораздо легче ударить. Прошел немного от двери и стал. И там начали ему что-то там примерять. Этот начал разговаривать, во всяком случае, этот старший с ним. И дальше он не хотел пройти. Я, значит, прошел рядом с ним, как на выход вроде, и потом повернулся и топором его ударил. Он, значит, падая, издал такой крик. Он вскрикнул. И в это время, а я был, работал в филиале столярной мастерской, это метров приблизительно 15 от партнящей мастерской. И наблюдал через окно, что происходит. И мат дем обешефир грешут, а Рагнар, и хам унгемал снаму он дие, это скити дем аутен, и хам унгети дем найн, и фи хит, но вы хинге мит а хак, а шмелебрен коп. И это шоен гевет хой, и хам ма, а хит эгвайт ин дем тиш, цигит мит а коц, и мат а Рагнар, нох айнем. Ehre gewesen, der größte von der Ukraine. Das hat mich gedauert, finde mich nicht. Ist er aufgeworfen, zerhackt mit Heck. So hat mich nicht Hunger genommen, noch hat geschrieben. Das ist von meiner Mama, und das ist von meiner Frau, und das ist von meiner Sinn, und das ist von dem ganzen Volk des Ruhm. Zo heb ik genomen in de kummer. En zo heb ik mijn hart in mijn gewonnen leichter als getreten in zijn blind.
Dan zou het passeren in oude Verstappen, in Matawekowait, 16 maal. In de Noer zijn de zieken gaan het zien. Dit is niet heel ver van een herleving af. Wat die man voelt, wat hij toen in oktober 43 ook heeft gevoeld. Hij heeft die emoties kennelijk ingemetseld en bewaard. En hij kan ze, op het moment dat hij ze opnieuw wil beleven, kan hij ze oproepen als de situatie ernaar is. En dankzij Jules Schelvis was de situatie ernaar. Dus hier zie je hoe authentiek die interviews zijn. Want het is alsof die man het gisteren heeft meegemaakt. Dat was overigens in het algemeen wat Schelvis deed en kon en waar het hem allemaal om begon. Hij wilde zelf dat gat van vele tientallen jaren tussen ons en de bezettingsgeschiedenis, dat gat wilde hij dichten. En hij kon dat als geen ander. En dankzij hem leek het dan even alsof de oorlog gisteren was afgelopen. И видя такое дело, я прекрасно понял, что нельзя, секунды терять нельзя. Я крикнул вперед. Ура! И люди рванулись вперед. Petrovsky ist in den Tisch gesprungen und hat uns angerufen zu der Rest, that Kameraden, the time is, the Zeit ist, zu machen End. Und das Deutsch, mehr der Mehrheit von Deutsch ist tot. Im selben Moment, wir waren die ersten Dreien, angefangen zu schreien Hurra. Welche haben geschrien für Stalin? Die Russen haben geschrien für Stalin. Diese polnischen Juden haben geschrien Hurra. Unter anderem, jeder eine hat gemacht eine sehr großes Wind. Da in dem Moment ja, waren alle Leute verrückt, sie haben nicht gewusst, was, aber jeder ist gegangen nach. Незаметно друг друга подталкивая, люди продвигались к воротам первого лагеря. В этот момент привели женщин из второго лагеря, 150 женщин. In Werkzeit sind wir gekommen auf dem Platz für den Appell. Reingekommen zu fahren, ein Ukrainer hat sich gefragt, was los ist hier? Und haben die, wer hat etwas gehabt, hat ihm über den Kopf gegeben. Und man hat ihm, glaube ich, geschlagen. Und wir haben alle angefangen zu schreien, Hurra. И пробегаем мимо офицерского домика. Пробегаем мимо офицерского домика, и вижу Френцель, начальник нашего первого лагеря, прижался спиной к офицерскому домику и с автомата поливает бежавших путников. Und dann haben wir angefangen zu schießen. Hatten Sie dann Gewehre? Ja, wer hat die gestohlen und woher kamen die dann? Die kommen von der Wachmänner, von der Waffenkammer ins Lager 1 rein. Dann habe ich gesehen, dass der Schmeisner hat ein Bix gehabt und der hat geschrieben Blut für Blut. Ich habe nachher gewusst, weil ich habe geschossen, ich habe das erste Mal in meinem Leben geschossen. Ich habe nicht gewusst, wieso. Doch, die andere, was ist gelaufen? Miss Sascha hat es gesehen. Der Thomas Blatt ist nach mir gelaufen. Der sagt mir das. Heute erzählt er mir das, hat mich geschrien, komm raus, das ist keine Leute nicht da neben uns. Und die Leute haben ja gesehen, dass ich habe geschossen und der Wache, was war auf die Tor, ist weggefallen. Ich habe nicht gewusst, wie sie Schuss ist, aber Gott hat das gemacht, nicht ich. I noticed that the guard suddenly put his rifle into a shooting position and before he had a chance to shoot, Schleumi Schmeissner shot at him. He didn't hit him, but as soon as the guard noticed that there was a rifle shooting at him, he put it back to his foot. At that time, I figured, it's the right time to get away. And I ran to the fence
We were all women at the sewing room, were standing and waiting. And then that rush to that part of the barbed wire, some of the boys never even waited till it was cut. And then there were still some Germans left with ammunition. And the ones who were on the towers, they started to shoot. But in that moment, when the wires were cut and before the mines were exploded, nobody looked back. We were just running. De eerste minis zijn gevangen. De moest ook in gevangen. Bouw bij de eerste 50 of 60 man. Als geweer is, als een vrouw de eerste 60 of 50 man, zo'n de overkomen maar weg. Of aan minis razen zich. Hij moet mensen zwijgen schrik. Of het schrik kan wij niet meer doen. Misgang. Water. Wees is de eerste doorgelaufen naar de minis, had de tweede schon gekant rauslaufen. Wees had gehad gelijk, is door. En ik ben raus door de minis. En ik ben door de tweede Leute doorgelaufen, waar de minen waren. En ik ben gelaufen in de richting van de Wald. По моим расчетам, убежало свыше 400 человек. And I went onto that ladder and across the fence, and behind me then was the last one, I think, who escaped, Schleimisch Meissner. Das vielleicht war das meines Glück, weil ich war nicht von der Erste, weil es von der Erste sind viel gefallen und bin nach dem Wald reingelaufen. And he said to me, Kurt run. In Jewish he said, Kurt läuft. And I said, Jossel, I do not run anymore. I'm a free man. Even kijken. Een vergeten opstand. De speurtocht naar een vergeten opstand in een vergeten kamp. Sobibor, 14 oktober 1943. En dit is ontwerp voor een filmscript. Hier hebben ze helemaal uitgewerkt hoe een documentaire eruit zou komen te zien. Wat fantastisch dat dit bewaard gebleven is. Jules Schelf is in beeld en vertelt. Die hele documentaire zou bijna nog gemaakt kunnen worden. En dan gaan ze naar Rostov aan de Don om Pacherski te interviewen. Op het station in Rostov aan de Don. Prachtig. Pacherski in beeld. Pacherski vertelt. De organisatie van de opstand. Ongelooflijk, hè? De hele documentaire hebben ze uitgeschreven. Hij is alleen nooit gemaakt. Dat is heel erg spijtig. Ik heb jaren daarna heb ik altijd met Jules heel goed contact gehouden. We zijn op onze manier een soort bevriend geraakt. En er zijn natuurlijk momenten geweest. Hè, ik heb mijn hele leven op de televisie gewerkt ongeveer. Dat ik wel eens heb bedacht, ik had eigenlijk meer met die tapes moeten doen. Maar er kwamen allerlei andere dingen tussen. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik dacht, waarom moet ik het nog niet eens een keer ter hand nemen? Ik kan me niet meer herinneren of dat ook met hem nog zo te sprake is geweest. Maar het was eigenlijk, je moet dan eerlijker zijn, anno 2020... het was eigenlijk te gek voor woorden dat zo'n bijzonder project... dat eigenlijk is blijven liggen. Ja, die interviews die heeft hij met zijn hart gemaakt. Daar heeft hij alles ingestopt wat er in hem zat en wat hij ermee kon doen... En ik denk ook dat dat heel erg gelukt is. Die interviews zijn natuurlijk ook prachtig. Zeker als je ze nu na zoveel tijd terugziet. Ze zijn ook zo lang verborgen gebleven voor de openbaarheid. Dus het is geweldig dat ze nu weer terug zijn. Dat we ze allemaal kunnen zien. En später, dit was het eind. Daarom
Daarom, wanneer een Polen van een concentratiekamp ontslapen was, is hij naar een dorp gegaan, naar een stad, en hij was een vrije man. Maar de Joden hebben geen recht gehad te gaan naar een stad of naar een dorp. Dus het was niet het eind. Ik kan nu zeggen dat ik heb met mijn drie kameraden weggelaufen en ik ben alleen leven gebleven. I waited for something to go home to see if somebody is still survived. And the day before I was going home to Poland, my cousin arrived from Poland, Zelda Metz, and she told me not to go back anymore because there's nothing there for me and just to forget about it. It was a very hard blow because I was still hoping that somebody had survived, but till today I hadn't found anybody, so I'm the only person. And by me, it's a ganz Jahr so vivo. Sie denken ich immer. Ich denke jeden oder? Tag wegen dem Lager. So habe ich nicht gesprochen mit niemandem wegen dem. Und haben Sie zum Beispiel Ihre eigenen Kinder ja. darüber erzählt? Ja. Sie waren daran interessiert? Freilich. Haben Sie vieles erzählen können? Mehr wenig. Ja. Was hat er gut? Was? Разучился уже носить галстуки, да? Ты как огурчик. Пожалуйста, пожалуйста. Проходите, проходите. В тесноте, но не в обиде. Учтите это. Пожалуйста. Зина, давай, Витя. Белый, садитесь. Да, товарищи. Во время восстаний очень много погибло людей. На минных полях взорвались перестрелки. Я хочу предложить почтить память погибших товарищей, которые проложили нам дорогу в жизнь минутным молчанием. Jules heeft heel lang vol kunnen houden om Sobibor een groot deel van zijn leven te laten zijn, zonder dat hij daar heel erg veel slapeloze nachten van had, denk ik. Hoewel ik natuurlijk ook niet weet hoe dat echt was. Maar hij heeft heel lang vol kunnen houden, tot ongeveer een jaar voor zijn dood. Toen begon het hem in te halen. Toen kreeg hij er, denk ik, te veel last van. Hij begon het ook moeilijk te vinden om alleen te zijn. Hij belde mij wel eens op en hij zei, dan zei hij, Jetje, jij leeft toch alleen? Hoe doe je dat eigenlijk? Ik vind het zo moeilijk. Ik denk dat een van de tragische aspecten van zijn persoonlijkheid was dat toen hij heel oud werd, en hij werd heel oud, dat het hem na verloop van tijd niet meer ging lukken om dat kwaad op afstand te houden. En dat kwaad hem kwam opzoeken, ook 's nachts. I don't know how to put it. To thank God, if there is one. I'm grateful for many, many people who helped me. And I'm grateful to my children because they are a great help. And I think that is the end of the story. There's still a lot more, but not everything can be put down into words.